Oh, ook. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele leuke video voor jullie. En als het goed is, komt Aad ook zo meteen. Hij is even wat andere dingen aan het doen, dus ik weet even niet waar hij is. Dus ik denk, begin de vlog vast. Maar in ieder geval, wat we vandaag gaan doen is... We gaan vandaag weer eens een keer een rookbommetje maken. Alleen dit keer niet een rookbom van sterretjes, maar dit keer een rookbom op een hele andere manier. Ik zou zeggen, als jij dit leuk vindt, doe even een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Ja, zoals jullie hier kunnen zien, onze vrienden van NoFear hebben wel eventjes wat blikjes opgestuurd rond. En het komt gelijk goed uit, want we hebben twee blikjes nodig. En dat scheelt ons weer geld, want dan hoeven we geen blikjes in de supermarkt te kopen. Dus bij deze even een shout-out naar NoFear. Deze blikjes hebben we zo meteen nodig, dus die leg ik vast hier neer. Ondertussen is Aad ook gearriveerd. En die pakt de pingpongballen erbij. Pingpongballen. Hoe noem je mij? Pingpong. Maar Aad, leg even... Nee, hoe noem je mij? Pingpong. Nee, daarvoor? Aad? Artos. Artos? Tof. Wat doe ik hier? We gaan een rookbom maken. Ja, kijk, we hebben laten we eerst even proosten dan. Ja, drink eerst een blikje op, ja. Anders moeten we weggooien. Zo kun je zo. Zo, maar kijk. Een gumshot in mijn gezicht. Hé, hey, zo voelt dat dus. Zo voelt dat. Het haalt niet op. Niet vanzelf. Oké, okay, jongen, proosten. Hoppakee. Oké, okay, mensen, we hebben hier dus een pingpongbal. Wat gaan we doen? We snijden ze gewoon in stukken. Ik denk dat we er even op gaan stampen, maar in ieder geval de bedoeling is, we snijden eerst in kleine stukjes, gooien we allemaal hierin, dan drukken we een lont erin, lontje druk hierin, steek hem aan en dan zou je, als het goed is, een rookbom moeten hebben. We moeten natuurlijk altijd testen, want heel vaak probeer je als ding en dan lijkt het heel makkelijk, maar het is nooit makkelijk. Maar ik heb er al eentje open, we gaan het gewoon even, ik laat meteen even zien, zoals jullie weten, pingpongballen, het brandt heel goed. Steek even een hele aan dan. Is goed. Ik laat zien, heel veel mensen zeggen dat er gas in zit, hè? Maar dat is ook niet zo. Het is dit plastic wat zo goed brandt. Waar hebben wij vuur al in? We hebben toevallig heel veel aanstekers, weet je wel. Ja, dat zijn deze. Maar je hebt dus nodig voor twee video's nog. Eén video is dat Aad een brandende bel op 100 aanstekers gaat slaan. En de vraag is, hoe krijg je dit van elkaar, weet je wel? Dat kan ik uitpassen. Kijk mensen, dus dit plastic. Het brandt gewoon bijna instant. Ah, dit was zeg maar dus een pingpongbal. Maar de meeste mensen zullen het wel weten, denk ik. Want zoals de meeste mensen, of in ieder geval de trouwkijkers van Preek, zullen het weten. We hebben een keer 1000 pingpongballen tegelijk afgestoken en dat was fucking episch. Waarschijnlijk weet iedereen wat het brandt, want weet je al die pranks, die video met hoeveel ballen hadden we gebruikt? 1000. 1000 pingpongballen. En ja, dat ging wel anders dan we hadden verwacht. We hadden echt op de steek, maar we hadden verkeerd gepland. Ja. Maar het fikt. Het fikt heel goed. En wat we nu gaan doen, we gaan al die kabelletjes hier weer hebben, we gaan weer kleine stukjes snijden zodat ze in het blikje passen. Dan gaan we twee blikjes helemaal vullen, lontjes erin. Ja, dan gaan we naar een mooie plek en dan gaan we ze aansteken. We weten zelf niet of het effect groter zal zijn als een rookbom van sterretjes. Dus ik denk, vind het, ja. Ja, wat ook belangrijk is om te zeggen, weet je, als wij genoeg lijst krijgen, ik heb gezien dat je met pingpongballen gewoon een granaat kunt maken. Je dan trekt, je gooit hem weg. En dan een paar zin dan ontploft die. Ja, dat die shit gaan we maken. Die shit gaan we sowieso maken. Maar het is een soort, dat wordt een soort van do-it-yourself video. Dat kunnen jullie thuis nadoen. Ook al raden we het natuurlijk weer niet aan om thuis na te doen. Maar voor degenen die oud genoeg zijn, wijs genoeg en verstandig genoeg. Die kunnen het gewoon thuis nadoen, net zoals ons. Yes, en met die likes bedoel ik niet van die moet liken. Maar het is meer van, ik wil zien ja of nee. Weet je, geen likes, dan weten we stoppen met die shit. Ja, maak het gewoon niet. Wat we nu gaan doen is alle balletjes kapot maken. En volgens mij heeft Aad dan gelijk een goede techniek. Want ik zie in één keer dat hij iets gaat doen. Dit is de kraanvogel techniek. Dan moet ik even mijn voet zo, kijk dan. Ah, zo lekker. Nou, best wel stevig. Ah, daar is het pittiger dan je denkt, die balletjes. Je weet dat het meest niet zijn, dat is altijd fucking sterker. Woe! Dat is beter. Ja, dat is het. Oké, nou dat was in ieder geval de stamptechniek. Ze zijn plat, zoals jullie kunnen zien.
Maar ja, hiermee gaan we het niet redden. We moeten ze allemaal stukjes knippen. Als we ze in stukjes hebben geknipt, dan gaan we ze in het blikje doen. Nou, hopelijk kunnen we de twee blikjes helemaal vol krijgen. En dan doen we de lontje in die we hebben gekocht. Want we hebben zeg maar dit gekocht. We hebben net een doos van deze gekocht. En voor de mensen die denken, hey, wat is dat? Nou, dat zijn deze ballen. Jullie vonden die vuurwerkvideo's gewoon super leuk. Dus wij hebben sowieso deze vast gekocht. Dus als iemand iets leuk weet om een of andere bom te maken, iets geks, laat het even weten onderin de reacties. En degene met het beste idee volg ik op social media. Dus zet gelijk even je Instagram erbij. Je moet wel mij volgen, anders kan ik jou niet volgen. Dus ik zou zeggen, let's go. Holy shit. Wat doe je? Hè? Had ik niet een volgas in mijn vinger? Hier, zo mijn houtje eraf, zo mijn nagel. Had ik aardig geluk weer. Hey, hij is niet lomp, hij tost. Hij is het ongeluk zit in een klein hoekje. Dat we gaan gewoon verder. Knallen, het duurt veel te lang. Zoals je kan zien, kijk eens, de hele bak zit vol. We gaan dit dus deze twee blikjes mee vullen. Ik denk dat het wel goed moet komen, dat we al genoeg gebruikt hebben. Moet je zien, joh. Nu een vuurtje bij gooien, dus denk ik... Dus ja, ze zeggen, ga de blikjes vullen, dan gaan we de lunches opzetten en dan is in principe de rookbom klaar. Ik denk dat het gewoon de simpelste rookbom is die je kan maken. En dat zei ik allemaal zonder te ademen en we gaan weer verder. Die zit vol. De vollasting? Kijk maar. Dus wat we nu gaan doen is nog eentje vullen en hebben we... Misschien dat we er wel drie van kunnen maken. Hey, dan hebben we twee No Fur Extreme Smoky Bombs. Kijk, we gaan even kijken hoe Sonne gaat doen. Kijk of hij dezelfde techniek als mij gebruikt. De kraanvogeltechniek. Dat is de druk er gewoon zoveel mogelijk tegelijk in techniek. Nou, ik heb zo'n idee dat we er wel meer kunnen maken. Zijn er uiteindelijk toch twee geworden? Kijk, zoals je hebt gezien, dit zit er nog in de bak, het is niet echt veel, dus Aad gaat het laatste blikje nog even zeg maar, extra goed vullen. En dan plak ik ook even deze teef op met het lontje erin, want stel je dat het lontje voor de tijd erin valt, dat is kut. Dan zou je in principe doen van een gaatje tape erin, plak het overheen en dat is het eigenlijk wel. Nou, in principe zijn we gewoon klaar inderdaad. We gaan even naar een mooie plek rijden, het is al een klein beetje donker aan het worden, dus... Aad en ik zaten zelf te denken om hem in een soort van fietstunnel af te steken. Die verlicht is. Die verlicht is, dus alle mensen die daar zo meteen gaan fietsen, ja, bij deze alvast sorry, maar we hadden even geen andere plek om hem aan te steken. Dat was het. Ja, soms doen we wel eens dingen die niet mogen en vat het alsjeblieft niet persoonlijk op. En doe het niet na. Don't try this at home. Doe dit niet na mensen, doe het super en super geweldig. Yo mensen, we zijn aangekomen bij de locatie. Het is nog enigszins een soort van licht. Maar nog veel mooier belicht. Ja, precies, want er brandt daar gewoon licht. Of lampen. Speciaal voor ons gereserveerd, jongens. Weet je wat, meneer van den Brug? Doe die lampen maar even aan. Ja, ik hoop alleen één ding. Niet dat, ja, dat er in één keer superveel mensen komen als wij hem aan hebben gestoken. Het is toch wel een soort van kut. Ja. Als je door onze rook heen moet fietsen. Dus, dat was snel het actie. Precies, Aard gaat hem aansteken, denk ik. Dankjewel. Ha ha!
Wat is dat, hé? Oh, ook. Deze gaat wel doen, denk ik. Jazeker. Zie je dat? Dan gaat die aard. Ruikt dan, joh. Maar benieuwd hoe erg die gaat. Oh, die ene doet het wel, ja, ja. Kijk dan. Nice. Het is wel apart hoor, dit. Hoe vies is dat? Sorry. Want die ene is al gestopt, geloof ik. Ja. Maar het kwam niet op dus zonde. Dus als we nog een zonde ken je die half liter blikjes bier? Ja, ja, ja. Zullen we die helemaal volstoppen? Dan heb je wel een massief grote rook. Moet je kijken, joh. Hij rookt nog steeds, hè? Zullen we vier komen kijken? Ja, laat hier in de gek. Oh, fuck, gek, hier is mister. Check. Stinkt zeker. Hij rookt nog steeds, hè? We zitten langs een weg, weet je, waar heel veel politie eruit. Dus we kijken nog even naar Peren om snel bij de politie komt. Godverdamme, joh. Stinkt wel. Oké, mensen, sluiten de video gewoon gelijk af hier. Aard, kom maar even bij. Hey, ik vind het een succes. Hij ging even goed. Ja, dit is wel ik denk dat dit ook een van de veiligste rookbommen is. Want er komt bijna geen vuur vanaf, alleen maar rook. Hij kan niet klappen, niks. Nee, we moeten even kijken of hij eraan komt. Maar hij stinkt heel verschrikkelijk. Stinkt je fucking erg. Het is sowieso niet goed voor je gezondheid dit, maar ja. Ik zou zeggen, als jullie willen dat we een grotere gaan maken, of gewoon proberen de grootste ooit. Ja. Durf een duimpje omhoog, zet het in de comments neer. Volg Artos even op social media, want het was zijn idee om dit te maken. En dan zeggen we gewoon tot de volgende keer. Ja. Later.